Beste broers en zusters, nog een gezellig kerstfeest aan degenen die ik nog niet gezien heb. In Amsterdam-Noord, ongeveer 100 jaar geleden, was er een pastoor die bezig was met de bouw van een kerk. En hij ging naar de bisschop met een soort voorbespreking. En hij zei dat hij graag zou willen dat de kerk gewijd zou zijn aan de heilige Antonius Abt. En de bisschop zei tegen hem, kijk, zou je niet iets anders kunnen bedenken? Er zijn al 5 kerken in ons bisdom gewijd aan de heilige Antonius Abt. En de priester zei, nou, ik zal erover nadenken. En terugkomend naar huis werd hij wel een beetje voor de grap, dus door een aantal straatkinderen bekogeld met stenen. En toen dacht hij aan de heilige Stefanus en hij vroeg aan de bisschop hoe de kerk gewijd kon worden aan de heilige Stefanus. En zo werd het. Maar daarna, door de herbouwing van de wijken en ook van de herindeling van kerken, nu heet het de Nieuwe Augustinus. Het is op dit moment de enige parochie in Amsterdam-Noord. En het is opvallend. Hè? Denkt u niet dat we gisteren de geboorte van Jezus hebben gevierd, hè? De Zoon van God? Je zou kunnen zeggen het meest blije feest van het hele jaar. En één dag daarna, dus vandaag, vieren we een martelaar. Iemand die zich genoodzaakt voelde om zijn leven voor Jezus te geven. Het is de eerste martelaar in de oorspronkelijke kerk. En wat wil de kerk ons leren met deze keuze voor dit feest, tweede kerstdag, de heilige Stefanus? En we weten zeer goed dat de christen per definitie offers moet brengen. Jezus was heel eerlijk met zijn leerlingen. En hij zegt hen dat om hem te volgen, zullen jullie dus je kruis moeten opnemen en jezelf verloochenen. Stefanus is de eerste leerling die zijn leven gaf voor de Heer. Een van de dingen die ik hier zie is dat Jezus ons zegt, is het offer van je leven brengt veel zegen, veel vrucht voort. En je ziet op dit moment misschien niet, maar later zult je het zien. Jezus leert ons ook met zijn eigen voorbeeld het leven te geven. En hij zegt ook later, die zijn leven geeft zal het winnen en die zijn leven behoudt zal het verliezen. Dus om ook gelukkig te zijn, moeten we bereid zijn ons leven te geven. In de handelingen hebben we gehoord, de Joden waren jaloers, want zij konden zijn verkondiging niet bestrijden. En Stefanus zei, ik zie de hemel open en de mensen zouden staande aan Gods rechterhand. Maar ze begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Ze sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. Dat was het geval van Stefanus, maar denkt u niet dat dit ook in onze tijd blijft gebeuren? Christenen worden ook vervolgd. Er zijn echte hedendaagse martelaren voor Christus. Elk jaar organiseert Kerk en Nood en Herdenking, ook hier in Amsterdam, voor allen die hun leven hebben gegeven omwille van het geloof. En ik ben een paar keer geweest. Soms zou ik graag willen, maar door omstandigheden kan ik niet gaan. En het is indrukwekkend te horen, ook concrete verhalen, zeer goed gedocumenteerd met ooggetuigen van honderden martelaren in Nigeria, Mexico of Nicaragua, om enkele landen te noemen. En dan gaat het ook zeer dichtbij, het is dus niet iets van het verre verleden. Priesters, religieuzen, zelfs volle gezinnen, jongens en meisjes, die beseffen, nou, ik kan niet afstaan, dus mijn liefde en mijn geloof in Jezus.
Van sommigen is het ook bekend dat kort voor het doodgaan, dat ze aan de vervolgers zeggen, dus ik vergeef je, zoals Stefanus dat deed. Vraag hem wel, Jezus. Jezus, geef me de sterkte en trouw, dus om zo te zijn zoals de heilige Stefanus. Misschien is het bij ons heel anders, is het meer een soort groepsdrukte, het is op het werk, bij de buren of andere familieleden. Wat kunnen we doen voor hen bidden? Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Zal het niet gebeuren dat wij zien wat met Stefanus gebeurd is? En niet voor niets zegt Lucas in de handelingen dat Saulus was getuige, een jonge man, dus die op afstand, die keek toe. Hij heeft zelf niet gestenigd, maar wel was aanwezig. En misschien is het gebed van Stefanus mede de oorzaak geweest van de latere bekering van Paulus. Stefanus wordt ook gezegd, keek omhoog en zag Jezus zittend aan de rechterhand van de Vader. Wat we hier zien is de noodzaak van bevriend zijn met Jezus. Ben ik een mens van gebed, de Heer en zijn woord kennen, dat geeft ons sterkte, anders niet. Als wij mensen van gebed niet zijn, als wij niet gewend zijn, kleine offers uit liefde tot Jezus te brengen, zal het op het moment van de bekoring niet lukken, trouw te zijn aan de Heer. Elke dag een poosje met Jezus doorbrengen, dat is in zekere zin onze geestelijke accu opladen. Maken we vandaag dit voornemen om Jezus te zoeken. Deze dagen in de kribbe hem beschouwen, tot ons te laten doordringen wat het is dat God voor ons daar als een baby zich bevindt. En zoals een van de kerstliederen ons zegt, wie zal Jezus dan niet terug willen liefhebben? Just a few words in English. I ask myself, thinking of the saint of today, the martyr, Stephen, would I be strong enough to give my life for the Lord? And of course, I hope that we are never put to the test in this way. But would I be strong enough in such a situation? Let's try to learn from this good friend and martyr, Stephen, to look up to heaven. And this means to realize that God is the only one who is eternal, that Christ is with him, and we want to be with him, as we say in the Creed, at the right hand of God the Father. And then being able to be strong also in the little things, because if we are not able to be faithful to the Lord in little things, how can we expect to be faithful in the big ones? Time for gospel reading, moments of meditation, visiting the Lord in the Eucharist, attending the Holy Mass, and if possible also, maybe some days during the week. Mary, please help me to be like that. Vraag aan we onze moeder Maria dat zij ons helpt, zoals we dat in het wezen groet zeggen, bid voor ons. Heilige Stefanus, bid voor ons. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.